Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe was de kermis in Oosterhout met Ramonski? Ja, het was wel weer even leuk om even weer met Ramon op pad te zijn. Het was de dag na de Efteling. Ik was dood en doodmoe was ik. Maar we hebben het weer overleefd. We zijn lekker naar de kermis geweest. De kermis viel eigenlijk een beetje tegen. Het viel een beetje tegen, want het was allemaal een beetje hetzelfde. Allemaal hetzelfde toestellen, dezelfde plek neergezet. Ja, ik vond Oosterhout een beetje tegenvallen. Puur omdat het gewoon eigenlijk een exacte kopie was van vorig jaar. Heel erg jammer. Maar we hebben ook wel weer leuke dingen gezien. Ramon die... aan zo'n paal ging hangen. We hebben natuurlijk weer eventjes lekker genoten bij Ramon's fabapparaat door het Spinnenstad. Dus ik heb me wel weer prima vermaakt. Oh ja, de Crazy Spider was het. De Crazy Spider. Dus ik heb me eigenlijk wel weer prima vermaakt. Om 9 uur was ik het echt zat. Toen was ik echt ontzettend moe en toen ben ik maar weer richting huis gereden. Toen hadden we het eigenlijk allemaal wel weer een beetje gezien. En ik had ook alles al gefilmd. Dus ik denk lekker op tijd. Ben ik weer lekker op tijd thuis. En dat was wel heerlijk was dat. Nou, als het goed is, gaan we aankomende zaterdag naar Den Bosch toe. En ook het einde van het spookslot nadert. Want dat komt steeds dichterbij. Het einde van het spookslot. De tijdsperiode kan weer afgesloten worden. Het is afgelopen met het spookslot. Het is nu nog ongeveer een week of 2, 3 is het. En dan is het voorbij met het spookslot. En dan gaan we afscheid nemen. Wij zullen erbij wezen. Joost, ik en Ramon zullen erbij wezen. En wij gaan dan naar het afscheid. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ja, dat was eigenlijk een beetje de kermis in Oosthuizen. Ja, niet echt veel wat te vertellen. De time machine was er natuurlijk. En Het was eigenlijk een beetje hetzelfde kermissie als vorig jaar. Wimpy's Prijzenpleis, onze vrienden van Wimpy's Prijzenpleis waren er ook natuurlijk weer. En ik heb, ondanks dat het eigenlijk een exacte kopie was, ik heb me eigenlijk wel even prima vermaakt. En ik heb toch nog een leuke reportage gemaakt. Viel me nog mee. Ik heb zelfs nog, het duurde ruim een uur of zo duurde die. Dat had ik niet verwacht. Dat het een uur zou duren. Dus toch nog een geprobeerd om een leuke, om een leuke vlog, een leuke reportage neer te zetten van de kermis in Oosthout. Ik zag ook dat Goes, maar die is inmiddels ook al geweest, zag ik. Goes is ook geweest en ook voorbij. Dus dit jaar even geen Goes. Ja, het is ook af en toe even een beetje. Dan is het ineens druk. Komen er een heleboel dingen tussendoor. En nu kwam er ineens weer. De hitte kwam er eigenlijk tussendoor. En ook. Natuurlijk een dagje naar de Efteling en naar Duinruil zijn we geweest. Dus even dit jaar helaas geen kermis in Goes. Misschien gaan we het volgend jaar wel weer doen. Ik denk het wel. We gaan het wel weer zien. In ieder geval Goes even dit jaar niet. Ja, af en toe dan heb je echt heb je het even ontzettend druk. Heb je het. En dan, is het gewoon even passen en meten. Even kijken wat gaan we wel doen. Wat gaan we niet doen. En Goes, dat was eigenlijk even een brug te ver om dat dit jaar ook te gaan doen. Dus die hebben we overgeslagen. In ieder geval, dit was even een vlogje. Even een heel kort vlogje eventjes over de kermis in Oosthout. We hebben hem in ieder geval dit jaar weer gedaan. Vorig jaar hebben we hem gedaan. Daarvoor hebben we hem zelfs ook nog gedaan volgens mij. We hebben al een heleboel jaren achter elkaar de kermis in Oosthout gedaan. Dus we gaan het wel zien of we hem volgend jaar ook mee pakken in ieder geval. Dat was in ieder geval de kermis in Oosthout. Ook even een klein reviewje eventjes van hoe het geweest was. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Duimpje omhoog, abonneer voor meer. Druk op belletje, dan wordt u op de hoogte gehouden. En er komt nog een heleboel dus aan. Er komt nog een Efteling, afscheid van het spookslot.
Er komt nog een kermis in Den Bosch. En er komt uiteraard nog een vakantie. Want ik ga binnenkort ook weer op vakantie. Dus ja, dat komt er allemaal aan in ieder geval. Ik zou zeggen, blijf kijken in ieder geval. En ik spreek jullie allemaal groeten van deze kant. En ik zou zeggen, jongens, tot de volgende voor me weer. Bye bye. Hoi.